Mensen, kinderen, meisjes, dames, heren, zussen, broers en de mensen in Urk. Ik wil jullie welkom heten bij een nieuwe video. In deze video hebben we namelijk een nieuwe spits. Yes, het kan maar één wat zijn. Fut Birthday is er nu. En even serieus, dit is echt heerlijk. In de spits gaan we spelen met Virgil van Dijk. Hij heeft nu een spitskaart. Ik heb hem op CM gezet voor in mijn opstelling. Maar ik zet hem in de spits in game. Hij heeft 2 zijn skills, 3 zijn weak foot. En ja, eigenlijk wel een spits best wel een kutkaart. Als we even heel eerlijk zijn. Maar ik wil hem gewoon graag proberen. En echt ongelooflijk. Ja, hij ziet eruit als een beast. Kutjes. In ieder geval, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. 4000 likes zou helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Fut is jarig. Gefeliciteerd, Fut. Van harte. Dit is nu mijn team. Ik heb even Fabinho hier op centerweg gezet voor chemistry. En we gaan even de Vision Rival spelen. En even zien of we een lekker overwinningje mee kunnen snoepen. Met Van Dijk in de spit. Ik ben echt zeer benieuwd of hij wat kan. Hij scoort wel een hoop. Ook voor Nederland natuurlijk. Zo, kom maar. Oh, zo. Allemaal special cards. Tering. Trouwens, in het Fut Birthday team zitten echt ziek van nice kaarten. En wil je nou dat ik een andere kaart ook nog ga proberen of die goed is? Laat dan zeker achter in de comments. Oh, daar is hij hoor, Van Dijk. Oh, easy. Tuurlijk. Tuurlijk, hij is ook nummer 9. Ah, hij is gelijk de bal kwijt. Wat is hij slecht, zeg. Kan een gereed van die vent. Van Dijk trouwens, mensen, echt. Hij is wel echt goed, hè. Weg. Oh. Nee, nou. Heeft hij nou Inzaghi in de spin? Die kan er ook echt geen tyfus van. Oh, oh, oh. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Van Dijk. Oh, jongens. Oh, die moet er toch in, jongen, Virgil. Mensen, ik moet zeggen, ik ben niet vaak dat ik denk van, nou, EA echt leuk. Maar deze Fut Birthday kaarten vind ik oprecht heel leuk. Ik vind het oprecht heel leuk, die kaart. Want ik kan nu oprecht ook weer gewoon echt in mijn team, kan ik andere spelers gaan toevoegen die ik normaal nooit toe had kunnen voeren door kutposities. En nu kan ik ze gewoon toe gaan voeren. Ik denk dat ik al weet namelijk wie mijn nieuwe cam gaat worden in mijn team. Gaan jullie binnenkort zien. Het is zelfs 20 minuten. De bal is nog steeds niet uit geweest. Wat is dit? Van Dijk. Van Dijk. Zo, wat een goal. Holy shit, van de goal van Van Dijk. Dit is niet normaal. What the fuck? Big Virgil met de 1-0. Lekker zeg. Zo, die schiet die bal binnen. What the fuck? Zie, ga ik hem oprecht wel houden. Super sub. Want je kan hem oprecht gewoon goed inzetten als spit. Gewoon in de weekend league aan het eind van de pot gewoon als spitje bijzetten. Dat zou echt heel erg lekker zijn, mensen. Dit is een absolute wereldgoal van Virgil van Dijk. Met zijn lekkere tongetje. Yes! Hij speelt gewoon echt met Inzaghi. Dan snap je er echt helemaal niks van. Oh, een hakkie. Oh. Ja, ik moet zeggen, het enige nadeel aan Van Dijk, want voor de rest, topspits. Die 2-star skills zijn toch niet heel lekker. Ik kan eigenlijk alleen balrolletjes met hem. Kan je de La Croqueta met hem? Dan moet ik nog even proberen. Zou ook niet heel vloeiend eruit zien, gok ik zo. Maar ik zweer het je, als Stormram die gewoon balletjes binnen moet koppen, is hij... Oh, nee. Oh, bye, have a great time. Ik ben echt gepakt hier. Oh, shit. Ik kom er nu... Oh, mijn god. Die rijkaart heet Frank. En als je zijn hele naam uitspreekt, is het Frank Rijkaard. Frankrijk, what the fuck. Echt, mind is blown op dit moment. Frank Rijkaard, what the fuck. What the fuck. Ja, maar ik wil wel even winnen. Ik ben even klaar met dat niet meer winnen in video's, want ik ben gewoon goed. Oké, niet waar. Klootzak. Mensen, ik zweer het je, in de volgende Weekend League wordt Big Virgil echt mijn held. Dat wordt echt mijn held die laatste minuut balletje zo in gaat koppen allemaal. Ho, daar gaat hij. Daar gaat hij. Ho, 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 goed. Oh, ja. Nee. Gaat hij hem schieten? Spuur alles onder hier. Nu de voorzet. Op Big. Ja, hoe kan hij nou verliezen? Cannavaro, die is 1,20 meter. Ja, weer niet. Hij loopt slecht, man, die Van Dijk. Oh, Van Dijk. Nee, hoe dan? Van Dijk, Van Dijk. Oh, jongen, 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 jongen. Oh, het scheelt niks. Nu. Ja. Van Dijk. Nee, jongen. Oh, wat een schot. Dit meen je niet. Van Dijk. Oh, klote kak. Ah, shit, man. Oh, fuck. Wat wel een leuke pot. Het is echt een leuke pot. Jammer dat ik niet... Ah, klote. Dat had ik echt moeten winnen. Ah, triest. Triest. Maar nog een pot. Nog een pot, man. Oeh. Prima team. Jij die David Villa. David Villa. Nou, als ik één iemand weet die 100% die David Villa SBC gaat doen, dan is dat zeker Mark. Oh, zo zat die paas van hem. Wat is dat nou? Bullshit. Lulkoek. Ik krijg hier hoofdpijn van. Dat was mensen, deze man, Trent Alexander-Arnold, die kostte echt 500k toen ik hem kocht. Die kan er echt geen reet van. Koop gewoon Lala, die is echt 3 keer beter. Ik weet dan 100% zeker dat ik met die Arnold straks rood ga krijgen. Want altijd als je op zo'n moment geel kijkt, krijg je ook altijd rood. Echt, dan hoef je echt maar tegen hem aan te lopen. Maar dan wil FIFA gewoon dat je rood... Ik maak echt geen grap. Nu, ik krijg straks een overtreding wat normaal nooit een overtreding is. Of dat je een tackle inzet en dat hij ineens een debiele tackle inzet. En dan krijg je rood. This game is scripted. Gaat hij pasen? Ja. Ah, lekker. Alexander Arnold. Goed gedaan, jongen. Zat je lekker bij, hè? Zat je goed bij weer? Not. Ja, we hebben hier te maken met een flinke keeperloper. Maar ja, dat maakt voor mij geen reet uit. Het is een heerlijk doelpunt dat ik hier maak. Met een assist, natuurlijk, van Big Virgil. Lekker, lekker, lekker. Nee. Diep en diep triest. Boom. Ja, ik snap het niet. Waarom gaat die bal niet op Van Dijk? Hij is 1,95 meter of zo. En... fucking kast. En hij kopt alles binnen in het echt. Dus waarom is dit zo? Oké, we staan 2-8 bij rust. Hij heeft 3 schoten goal. Ik ook. Paralympiakos. Wel een leuke clubnaam. Hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog
wat uit te bouwen. Hé, hey, Jury, ben je fan van tegenstander of zo? Zit het? Vuile, gore. Godgloeiende. Het gebeurt ook gewoon, maar Jury het zegt. Triest. Ja, deze tegenstander is gewoon wel goed. Maar ja, kom op, hé. Van Dijk in de spits, is het toch niet? Is het gewoon niet? Dit meen je toch niet? Ik word er gewoon helemaal weggetikt door die pauper David Villa. Nou, kop, als jullie een keer de bal... Oh, gaat hij weer op een andere speler? Ik snap er echt geen reet van. Ik kan gewoon oprecht niet spelen op Van Dijk. Het kan gewoon niet. Hij geeft hem door. Ik zie het ook gewoon. Maar ik kan er gewoon niks tegen doen. Ik word gek. Au. 1-5. Oeh, hij komt tegen Pele. Oké. Nou, zeker een aardig tientje ook tegen. Oké, wordt leuk. Pele en Shevchenko. Oké, mensen, we zijn meteen nu... Van Dijk in het spitsie. Ik moet gewoon meer voortrekken schreeuwen op zijn koppie, denk ik. Goed. En meteen een voortrekje op Van Dijk. Doe het, Van Dijk. Oh, klootzak. Ik bedoel, jammer. Overheen tikken. Goed. Ronaldo. Oh mijn god, jongen. Als je deze binnen had geschoten. Oh, jammer. Ah, weer. Oké, ik moet nog wel eerst de paal geven. Want dit is een keeperlopertje. Zijn keeper ligt op de grond. Heeft de scheids ook gezien, helaas. Klote kaksoi. Kut kakkie. Hij staat vrij. Kylian Mbappé. Jazeker, wat een bal. En nu op Van Dijk. Van Dijk, jouw moment. Oh, recht op de keeper af. Dit is wel wat ik wil zien. Dit is echt wat ik wil zien. Dit is echt... Hier is hij voor. Maar ja, dan moet hij er wel in, als ik eerlijk ben. Maar ja, ik time hem ook niet goed. Oh, dit is wel echt de perfecte aanval met Van Dijk in de spits. Boom! Oh, jongen, ik hoopte echt dat hij een of ander hakje ging doen of zo. Ik hoop echt dat hij full Ibra ging... Maar ja, hij heeft 2-6 kills. Van Dijk, doe maar, jongen, Van Dijk. Ja, dan loopt hij met zijn keeper. Ik moet er even aan denken. Want hij doet het de hele tijd, Koen. Kom op, man. Boom! Oh, jongen, ik deed korte hoek. Waarom schiet hij hem zo ver naast? 92 longshot en dan gaat hij wel zo ver naast. Wat is dit dan? This game is not good. Ja, weer met een balletje diep op MVP. Dat is goed. Oh, ja, die echt die... Oh, mijn... Oh. Als die bal erin was gegaan. Alexander Arnold, hij doet het! Alexander Arnold, ongelooflijk. Hij kan ze wel binnen schieten. Van Dijk kan het niet, maar hij wel. Ook 75 shooting, nee. Oh, niet ook. Maar Van Dijk heeft 70. Hij heeft gewoon 70 shooting, hè, die Van Dijk. Hoe kan dat ook? Ja. Nu naar binnen. En scheids! Nou, joh, hoe kan je daar niet voor fluiten? Ik word gewoon onvergetief. Hij heeft lijkt nog steeds geen schot op goal, hè? Nee. Het is echt zo... Dit spel is zo triest, jongen. Het is echt zo ongelooflijk triest. Dit is letterlijk voor mij zijn eerste schot. Oh. Wat een ongelooflijk spel is dit toch. Van Dijk. Oh, keihard. 99 shot power. Je zag het, dat was echt ziek. Oké, nou, eerste paal die bal. Oh mijn god, wat een goal. Van Dijk. Oh mijn god. Wat een doelpunt. Hij neemt er gewoon vol op de volley met 3-star weak foot. Dit spel, oh, echt love it. Wat een goal was dit. What the fuck. Holy shit. Ongelooflijk. Werelds. Fantastisch. Hallo. Hoe wordt... Je hebt 99 strength. Dat is zeker meer dan de normale kaart van Van Dijk. Yes. Mensen, we winnen een keer. Met een fantastische, excellerende Van Dijk. Mensen, ik zweer het je. Ik ga deze man niet meer verkopen. Ik hou hem gewoon. Ik hou hem oprecht. Mensen, echt waar. Deze Van Dijk, deze smikkelbeer. Hij gaat niet meer weg. Ik zweer het je, hij komt gewoon op mijn bankje te zitten. In plaats van Nainggolan. Maar ja, die heb je toch geen reet aan. Nu moet ik alleen eens een nieuwe cam nog hebben. En dan kunnen we eindelijk weer de Weekend League in. En ik zweer het je. Ik weet welke ik ga halen. En ben je nou benieuwd? Dan zeker een duimpje op deze video. Die cam wordt echt fantastisch. Ik zweer het je. Wordt echt fantastisch. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Wil je nou meer van mij zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren? Dat kan ook. Klik dan op het lekkere bolletje hier. En dan hoop ik jou te zien met de volgende video. Oh, wat lekker. Yes. Oeh.